Vandaag gaan we het hebben over een nieuw accessoire voor de DJI Matrice 300. Namelijk de radar voor bovenop. Die heeft al als voorbereiding zijn eigen vakje in de koffer. Dus mocht je hem aanschaffen, kan je hem daar altijd in kwijt. Maar dit is de DJI CSM radar. En die CSM radar is gemaakt als een toevoeging op de obstakeldetectie die in de Matrice 300 zit. Die zit natuurlijk al redelijk ruim aanwezig, want je hebt eigenlijk helemaal rondom het toestel en ook aan de boven en aan de onderkant niet alleen camera's, maar ook infraroodsensoren die zorgen voor obstakeldetectie. Maar dat blijft dat het relatief nog wat gaten laat waar mogelijk, want de camera's zijn onder andere afhankelijk van licht en ook afhankelijk van visueel pixels. Dus dat betekent dat een object niet te klein mag zijn om goed gedetecteerd te kunnen worden. En infraroodsensoren zijn eigenlijk wat meer zoals je ze ook kent van een afstandsmeter van de bouwmarkt. Dat is eigenlijk één laserstraal die afstand meet. Dus dat werkt goed op het moment dat dat recht tegen een object afkaatst. Maar op het moment dat het object niet recht voor die laser zit, zal die hem niet goed meten. Nou, daar is eigenlijk die CSM-radar voor gemaakt. Voor situaties waarin je eigenlijk die obstakeldetectie echt nodig hebt tijdens je operatie. En om te zorgen dat ook kleine objecten, zoals kabels en andere dunne objecten, maar ook in het donker, die obstakeldetectie helemaal goed werkt. Het is deze radar, die komt bovenop het toestel te zitten. En die heeft niet alleen rondom 360 graden zicht, maar ook zicht naar boven. Dus het is zowel aan de bovenkant als rondom van het toestel voorzien van obstakeldetectie. Nou, de montage is vrij eenvoudig. Je hebt de vier schroefgaten die op het toestel zitten, waar je hem met deze schroefjes op vastzet. Dat zijn gewoon schroefjes die je met je vinger vast kunt draaien. Dus daar heb je ook verder geen gereedschap of iets voor nodig. Die draai je zo vast. En onder de rubberkap aan de zijkant zit de aansluiting waar je dan de stekker in doet, waarmee je hem aansluit op het toestel. En dan zal het toestel vanzelf herkennen dat die CSM-radar erop zit en herkennen dat hij die kan gebruiken. Je zult dit onder andere zien aan de kompasroos, waar de obstakeldetectie in wordt weergegeven, waarin je ziet dat hij wat anders en wat beter obstakels weergeeft. En je ziet het in de instellingen, want in de vision instellingen kun je dan niet alleen de obstakeldetectie, maar ook de radar aan of uitzetten. Zowel voor horizontaal als upward kun je die los aan of uitzetten ten opzichte van de vision sensoren. We hebben hier een paal neergezet met een dunne antenne erop, zodat we echt een goed dun object hebben. En daarmee kunnen we je goed laten zien hoe het verschil is tussen die vision sensoren en die CSM-radar die datzelfde object herkennen. Je zult zien dat bij die vision sensoren dat die eigenlijk af en toe een beetje twijfelt en doet, omdat het object eigenlijk klein is. En zeker als het toestel beweegt, dat die eigenlijk moeite heeft om dat goed te herkennen. Terwijl de CSM-radar ook met bewegen en dingen gewoon rock solid dat object ziet en op dezelfde afstand bewaart en op dezelfde afstand afremt. Dus ga het toestel even aanzetten, een stukje vliegen en dan kunnen we je laten zien hoe dat er tijdens het vliegen uitziet. Wat ook nog wel een grappig detail van de radar is, is dat het echt een radar is die fysiek ronddraait. Dat voel je ook echt als je de radar beetpakt. Je zult op camera waarschijnlijk niet zien, maar je ziet het in het echt een heel klein beetje. Dat ding echt staat te trillen, omdat die dus ronddraait en best wel hard. Ik denk dat die snel met 60 of wel meer omwentelingen per minuut ronddraait. En er zitten in de bevestiging rubbertjes om te zorgen dat die trillingen niet in het toestel terechtkomen. Laten we er eens mee gaan vliegen om te kijken hoe dat werkt. Oké, dan gaan we vliegen met de CSM-radar. We hebben voor het opstijgen even alles uitgezet. Dus zowel de vision sensoren als de radar staan uit. En dan gaan we de motoren starten. Nou, na het opstijgen gaan we natuurlijk even onze controlchecks uitvoeren. En dan gaan we het toestel in positie brengen, evenwijdig aan onze antennemast. We hebben aan deze kant onze antennemast staan, die we normaal voor onze RT-set gebruiken. En dat is een hele dunne sprietantenne, dus een mooi dun object om mee te testen. We gaan even iets naar achter vliegen, zodat we voldoende afstand van de antennemast hebben. En dan gaan we om te beginnen als eerste de vision sensoren aanzetten. De warning staat op 5 meter, de stopafstand staat op 3 meter. Dus als het goed is, moeten we gaan zien dat het toestel op die afstanden begint met piepen en vervolgens op 3 meter afstand stopt met vliegen. We gaan nu richting de antennemast vliegen. Nou,
Nou, en wat je ziet is dat de waarschuwing eigenlijk totaal niet afgaat. Het toestel vliegt al op nog geen 2 meter van de mast en heeft heel deze antenne niet gezien. Nu begint hij pas heel even wat te piepen omdat hij hem heel even af en toe voorbij ziet komen. Maar hij heeft totaal geen goede positie van deze antenne. We gaan weer terugvliegen naar dezelfde beginpositie. Dus weer een meter of 6, 7 van de antennemast af. En dan gaan we ook de radar aanzetten. En op het moment dat de radar aanstaat, gaan we weer richting de antennemast vliegen. Je ziet dat hij hem nu gelijk herkent. En dat hij keurig netjes op deze afstand, op een meter of 3 van de antennemast, blijft hangen en niet verder wil vliegen. Hij blijft rock solid tegen die antenne staan en wil er niet voorbij. Dus je ziet dat hij hele kleine objecten zoals deze antennemast enorm goed detecteert en daar qua obstakeldetectie gewoon super strak op is. Nou, zoals je net met vliegen hebt kunnen zien, is het verschil tussen de vision sensoren en de CSM radar best wel groot. Je ziet zeker met kleine objecten zoals de dunne antenne die we hier hadden, dat het een groot verschil maakt en dat de vision sensoren het obstakel of te slecht zien, waardoor die eigenlijk twijfelt af en toe, of soms het obstakel zelfs helemaal niet ziet, terwijl die CSM radar aankomt, het gelijk ziet en ook tijdens het input blijven geven naar voren, geen seconde twijfelt over het object, maar gewoon keurig netjes op de ingestelde afstand van het object blijft hangen. Dus het systeem heeft niet alleen voordelen voor hele kleine objecten, want dat is wat we hier hebben proberen te laten zien. Maar het grote voordeel is dus ook dat het niet afhankelijk is van licht en daardoor ook werkt in slechte lichtomstandigheden binnen of zelfs in het donker. Nou, mocht je nou meer over die CSM radar willen weten of een CSM radar voor je M300 willen aanschaffen, dan kun je altijd even contact met ons opnemen of naar droneland.nl.